Ja, er zijn scholen die doen ontzettend leuke dingen. Onder andere op het Stedelijk Gymnasium. Fleur, Montfort. Fleur te staan, een fantastisch autootje achter je. Wat is het? Ja, het is een eigen gemaakte auto van leerlingen van het Stedelijk Gymnasium. Die wij uh, maken voor uh, wedstrijden waar wij mee doen. Wat is het voor auto? Wat kan je ervan zeggen? Het is een uh, auto die duurzamer rijdt dan normale auto's. Moet jij even uitleggen? Um, wij maken dus deze auto's zelf voor. Onder andere de Shell Eco Marathon, waar het er om gaat dat je duurzaam, zo duurzaam mogelijk rijdt. Dus die van ons rijdt 1 op 80, ongeveer hoor. Ongeveer 1 op 80, denk ik. Is het een wedstrijd? Doe je het uit je, voor de lol? Nou, het is een wedstrijd. Um, we doen dus mee aan de Shell Eco Marathon, waarin je zo duurzaam mogelijk moet rijden. En nou, het is niet dat we winnen, wij zijn de enige middelbare school die er aan meedoet, en de rest zijn allemaal universiteiten. Dus dat is nogal wel uh, wat concurrentie, zeg maar. Maar uh, het zijn wedstrijden, ja. Nou moet zo'n auto wel in elkaar gezet worden. Fleur, hoe was de rolverdeling? Wie heeft wat gedaan? Ja, we doen dit al, uh, nou ja, ik denk sinds 2016 of zo. Dus er zijn nog heel, heel wat generaties aan leerlingen die dit hebben gedaan. Uh, nou hebben wij nu een team uit vooral klas 5 die dit doet. Dus die zijn de afgelopen dagen heel hard bezig geweest om hem te laten rijden. Dus ik ben heel erg trots op ze. En wat doe jij? Ik uh, zorg uh, dat we sponsoren binnenhalen en dat uh, dingen als social media geregeld worden, en de website en dat soort dingen. Maar zo'n auto moet in elkaar gezet worden, de lessen moeten doorgaan. Hoe hebben jullie dat geregeld? Um, we doen het uh, buiten schooltijd, maar soms um, mogen we er ook uren voor vrij nemen als we er natuurlijk een beetje goed voor staan. Heb je zelf handige handen? Ben jij iemand die thuis even de auto openzet en de, de motor even reviseert? Uh, nee, dat ben ik niet. Ik vind het wel heel interessant allemaal. En ik probeer soms ook wel een beetje te helpen of zo, maar ik ben echt helemaal niet technisch of zo. Nou, zullen er altijd mensen zijn die zeggen van nou, ik wil wel even een stukje rijden. Kan dat? Mag dat? Uh, nee, dat mag niet. Het is uh, zo, niet, uh, niet heel makkelijk. Ja, het is misschien wel makkelijk, maar het is natuurlijk niet een gewone auto. Dus het is best wel uh, een dingetje.